Ik kan een knopje niet vinden. Ik ben vandaag in Amsterdam bij Digital Power, want vandaag ben ik conversie-optimalisatiespecialist. Volgens mij is dat iets met computers. Hallo. Hi, Lonneke. Hi, ja, ben je Anton? Anton, kom binnen. Dankjewel. Jij bent conversie-optimalisatiespecialist. Ja. Wat houdt het precies in? Conversie is kijken naar hoe gebruiken mensen een bepaalde website. En hoe kunnen we dat beter maken, want een website heeft een doel. Mm-hmm. En we willen zorgen dat die doelen steeds beter bereikt worden. Oké. Kan jij nou eens in kindertaal uitleggen wat een conversie-optimalisatiespecialist doet? Dan kunnen we even een ander voorbeeld dan met computers pakken. Stel nou, je wil van hier, van A naar B. Wat gebeurt er in werkelijkheid? Dan zal ik zien dat mensen zo lopen. En op een gegeven moment denken, ja, het is goed. En die gaan zo lopen. En op die manier zie ik in de data dat ze het hier afsnijden. Dan moeten we gaan zorgen dat het pad, dat het zo gaat lopen. Als je het zo ziet, is het echt mega duidelijk. Ik snap het zelf. Helder. Ja. Ja. Waarom is jouw beroep nou zo belangrijk? Nou ja, heel veel bedrijven zijn heel erg bezig met heel veel data verzamelen. En mijn baan is zorgen dat je daar ook de juiste inzichten uit haalt. Waarom moeten bedrijven met een bedrijf dat voor jullie samenwerken? En wij focussen heel erg op kennis. Want als je eenmaal daarop achterloopt, dan heb je een probleem. En langzaamaan zie je je websitebezoek of zelfs je winkelbezoek, zie je gewoon zakken. Even ontspannen is ook wel belangrijk. Oké, nou, we hebben een leuke introductie gehad. En je krijgt vandaag een opdracht om te kijken hoe we ervoor kunnen gaan zorgen dat meer mensen zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Kort samengevat zou ik meer plaatjes, dus meer beeldmateriaal door de tekst heen zetten. En ik zou ervoor zorgen dat andere artikelen al aan de zijkant aanklikbaar zijn. Zodat mensen die eerder tegenkomen dan beneden. Dus dat betekent dat jij geslaagd bent voor je opdracht. Dus, Anton, conversie-optimalisatiespecialist. Wat moet je allemaal kunnen? Je moet vooral analytisch heel sterk zijn. Ondertussen wel eentje die communicatief sterk is. En als bonus is het leuk om een beetje interesse te hebben in psychologie. En je moet moeilijke computerwoorden goed uit kunnen spreken en ze ook begrijpen.